zo gauw een ondernemer weet dat er subsidie beschikbaar is, is die niet meer geïnteresseerd in financiering. De zuigkracht van gratis geld is heel groot. Ben is om meer te horen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam pensioenbeleggen. Wij zijn partner van Netspar, een leuke club die hele goede dingen doet. En onderwerpen vandaag op de agenda die spreken wij wel aan. Dus, en bespreken ze ook vooral. En verder is het leuk om elkaar eindelijk weer eens te ontmoeten. Onderdeel van dat debat is ook de vraag. Hoe radicaal moet je zijn als investeerder in duurzaamheid? Dat soort woningen, dat soort beleggingen, daar zouden we eigenlijk allemaal voor kunnen tekenen, hè, als pensioenfonds. En dan is toch de vraag, waarom bouwen we die dan niet? Er was veel interactie in de zaal, een hele hoop vragen, een hoop mensen die wat verder wilden induiken op de thema's die we hebben aangestipt. Ik vond het heel informatief en ik vond het ook heel leuk om weer eindelijk eens in het echt met mensen te borrelen, te spreken. Dus een geslaagde dag.